Ik ben geschrokken toen ik deze artikel las in de Times. Want deze onderdirecteur Algo, die is vrij postig. Hij moet dit niet aangegeven hebben, omdat de bedoeling is dat deze onderdirecteur, indien hij meent met de reissector, dan moet hij in Nikeri komen en samen met het bestuur van de VPP in het veld gaan. En dan gaan we daar een inventarisatie maken over hoeveel hectare is ingezaaid. Deze meneer in Paramaribo zit in Eerkamer. Dat is niet de bedoeling dat hij van daaruit aangeeft wat in de reissector hier gebeurt in Nikeri. Ik daag dus daarom hem uit. Laat hij in Nikeri komen, samen met het besturen van de VPP in het veld gaan. En dan gaan wij dus, inventarisatie maken hoeveel hectare dat ingezaaid is. Ik blijf erbij dat er 19.500 hectare is ingezaaid en niet meer. Wat is gaan gebeuren, mevrouw Asja? De verwerkers, de exporteurs die toen lezen in de krant dat er 27.500 hectare paddy ingezaaid is, hebben zij de prijs van de paddy gedropt naar 16.000 SRD per baal. Dus niet 16.000 SRD per baal. Dat was dus van 80 SRD naar 65 SRD per baal. Dus herstellen van 80 SRD naar 65 SRD per baal. Omdat zij zagen dat er veel paddy dus ingezaaid is. Wat gaat er nu gebeuren? Ik heb alle landbouwers. Ik ben nu bezig met alle producenten te vragen dat zij nu paraat staan, want wij gaan, wanneer deze prijs gehanteerd wordt, 65 SRD, gaan wij dus geëigende maatregelen nemen tegen de overheid, tegen de verwerkers, exporteurs en in het bijzonder tegen de OD, Algo en de heer Ganpat, die deze rotzooi in het gemeenschap inzaaien. Dus nogmaals, mevrouw Asja, de mensen die beweren, de OD die het beweert dat er 27.500 hectare is ingezaaid, rust niet op de waarheid. Dus daarom juist, nogmaals, ik daag deze man uit in Nikeri te komen binnen 3 dagen. Als hij niet komt, gaan wij dus bij de president hem aanklagen. Ik heb de wetenschappelijke bureau van de VPP opdracht gegeven volgende week een afspraak te maken met de president, zodat wij met hem gaan brainstormen over de paddyprijs en over de ingezaaide periode en hoeveel hectare dus in elk geval ingezaaid is. Wat betreft meneer Badri zijn Sital, die speciaal aangetrokken is voor de reisbouw, voor de ontwikkeling van de reisbouw in dit district, hebben wij hem harde afspraken dat hij 28ste van de maand in Nikeri komt en samen met ons aan tafel gaat voor de komende paddyprijs. Ik heb u eerder aangegeven, wij beogen dus een prijs van 110 SRD per baal. Als dat niet wordt gehanteerd, dan is er probleem. Omdat er heel weinig paddy is ingezet.